Oh, ik zie wel weer brigade. Waarom zijn dat hondjes? Ik zie wel weer uitlaatservice. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cesar. Ik ben René. En daarnaast. Ik wil een blue screen. Of een, ja. Maar het is eigenlijk een green screen, hè? Nou ja, maakt niet uit. Goedemorgen allemaal. Het is best lekker weer eigenlijk. Is het vroeg op een vrijdag? Het is maandagochtend. Ontzettend vroeg. René gaat naar de kapper. Ik moet nu paspoort aanvragen, want ik heb waarschijnlijk een leuke klus. En wat gaan we nog meer doen? Nou ja, je moet even, er ook nog een pasfoto van maken. We moeten even pasfoto maken inderdaad. Met inloop spreken van de huisarts, want ik schijn een bobbeltje op mijn rug te hebben. Dus, ik toch wel eventjes moet water naar laten kijken. En je hebt vanavond ook nog Haagse Bluf. Ja. Oh ja, en we gaan naar Villa Bloem. Zo. Hey. Zo, ja. We gaan even naar kinderdagverblijfje kijken. Ja, dus dat. Kijken. Dus ja. Rennen, vliegen, springen. Rennen, vliegen, springen en weer doorgaan. Ja, duikpannen opstaan en weer doorgaan. Dat was hem, hè? Ja, ik was hem aan het zoeken. Zoiets. Dus we nemen jullie weer lekker mee vandaag. Deze dag begint niet goed hoor. Jij kijkt heel sip, ik kijk heel boos hier. Ja, je bent altijd boos. Oh. Grappig. Nou, je kan hier wel boos aan worden, maar ja, ik kan niks aan. Nee. Nou, ten eerste werden we vanochtend gebeld door Villa Bloem, de crash. Dat helaas de afspraak verplaatst moest worden, want er was een leidster ziek. Dus dat ging hem niet worden. Maar daarvoor moesten we nog even snel naar het inloopspreekuur van mijn arts. En dat was van op de site stond van 9 tot half 10. En dan komt eraan, zegt ze, die zo lang afgelopen, want het is van half 9 tot 9. Dus we zijn op onze hele vrije dag knijt vroeg ons nest uitgegaan. Om hier op tijd te zijn. En ik had al slecht te slapen. En daar word ik gewoon niet zo heel erg vrolijk van. Maar ja, weet je, je kan wel boos worden, hè? Verdrietig en huilen. Wat de je eigenlijk wel wil. We zijn lekker vroeg op. We hebben een hele lange dag. Zij kunnen er ook niks aan doen. Dus. Ik rij gewoon even naar mijn schoonmoeder. Dus ja, we gaan even dan maar naar mijn moeder of zo. Ja. Dus. Ja, stop. Wat was dat? Wat? Iets klikt in mijn stuur. Ja. Je hebt wel een mooie spijkerbroek aan. Oh ja, van Murphy. Echt hè? Ik voel me ook ineens. Ze zien het niet. Oh zo. Ja. Dat is mooi. Ik voel me weer helemaal. Mannetje. Mannetje. Helemaal. Helemaal nieuw. Want ja, meneer hier naast mij, die had alleen nog maar broeken met gaat in zijn kruis. Helemaal niks mis mee. Dus. Helemaal niks mis mee. Want. Op het kruis na, dus de rest was gewoon nog goed. Dus ja. Ik dacht, jeans is een jeans, weet je wel. Lekker lucht allemaal. Hoort erbij, ja toch? Ja. Ja. Dus, maar toen stapte ik gisteren op de fiets. Je enige goede broek nog. Ja, en dan, ja, je weet hoe je op een fiets stapt. Dan til je ene been op en dan gaat dan zo over het zadel, tenminste bij ons mannetjes. En dat been ging omhoog en dat. Dus we zijn geslaagd bij de Sting. Ja. Ja, dat was wel. Ja, was leuk. Dat was dan weer toppie. Gelukkig ben ik ook geen moeilijke shopper. Ik heb meestal wel vrij snel iets leuk. Zo. Oh, dus hier wel weer brigade. Oh, zijn dat hondjes? Dus hier wel weer uitlaatservice. Nou. We gaan. Ik ben wel heel blij. Gaan we drinken? Ja. Van een hele drukke, stressige dag naar een hele relaxte lange dag. Smakelijk eten. Ja. Alsjeblieft. Dat is lekker. Wat heb je daarvoor lekkers in je handen? En dan kun je ook een zelfgemaakt brood door jou. Ja. Ik heb eerst brood gemaakt vandaag inderdaad. Het is een beetje vast.
beetje zwaar brood, maar het is wel lekker. Ja, speldbrood. Speldmeel. Ja. Heel lekker. Volgende keer even. Ja. Wat vind je van mijn haar? Sexy. Ziet er wel weer wat beter uit, hè? Ja, ziet er mooi uit. Dat is echt heel erg uitgegroeid gewoon. Ja. 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 Dus. Ik ben er stil van. Ik heb er van 1 uur tot 5 gezeten. Ja, dat vind ik wel altijd heel bijzonder. Maar dat heeft vooral te maken met het kleuren, toch? Ja. Ik moet heel lang intrekken. Ja. Ik vind het, je bent wel lekker aan het knoeien. Nee. Maar ik vind het, mooi. Het was maar weer een dagje wel. Nou, het was maar weer een dagje inderdaad. Oh ja, want we hebben ook nog een mailtje gehad. Voor Jan Lul zijn we vroeg opgestaan. Ja, voor Jan Lul zijn we opgestaan. En de dokter die had verkeerde tijden op de site staan. En vlak daarvoor werden we gebeld dat de rondleiding bij de kinderdagverblijf niet doorging. Nou, toen zijn we koffie gaan drinken bij je moeder. En toen ben ik mijn ding gaan doen, dus ik heb mijn paspoort aangevraagd en zo. En toen ben jij dus naar de kapper gegaan. En terwijl jij er bij de kapper zat, kregen we dus een mailtje van kinderdagverblijf waar we al zijn geweest, waar we eigenlijk zijn aangemeld. Voor 3 dagen. Dus hebben we van dinsdag tot met vrijdag zijn 4 dagen. Heel goed. Maar we hebben er dus maar 3 dagen verblijf voor nodig. En die lieten dus eigenlijk gewoon weten dat ze vol zitten waarschijnlijk. En dat ze dus nog maar 1 dag beschikbaar hebben. Verder zoek je maar aan met je kind. Nou, alle magies. Oh, dat is wel een vet film trouwens. Kingsman, The Secret Service. Cool. Ik vind die eerste wel het beste eigenlijk. Maar back to topic. Dus nou moeten we even kijken wat we... Ja, we gingen sowieso nog bij die andere kinderen op het dagverblijf kijken. Maar deze was echt letterlijk 2 minuten lopen. En de andere is dan, het zal het zijn, 5 minuten lopen. Dus het is en blijft dichtbij. Ja, als ze plek hebben. Als ze inderdaad ook plek hebben. En is die heel verduurder of niet? Dat moeten ze eigenlijk allemaal weten. Maar nog een doel. Ja, het zal allemaal vast wel goed komen, maar het is wel even... Ja, je denkt er eigenlijk niet echt bij na natuurlijk. Je denkt gewoon van, je loopt de kinderdagverblijf binnen en je zegt... in februari krijgen wij een baby en dan zeg maar 2 maanden later... Nou, ik had het met Iris over, van de kapper. Dat is 3. Moet haar kind naar het dagverblijf? Want het kindje is bijna 4. Ja. En toen zij de kindje naar de dagverblijf deed, toen hadden ze het voor het kiezen. Want toen kwamen ze allemaal mensen, allemaal kindjes tekort. En nu is het weer andersom. Zo van, we kijken wel of we plek hebben voor jouw kind. Ja, er zijn er heel veel gesloten natuurlijk. Neem dan gewoon meer mensen aan. Zodat het wel kan. Ja. Maar ja, dat zal wel weer te makkelijk gedacht zijn. Je weegt te veel, papie. Nou ja, maar maakt niet uit. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de kijker niet echt heel fijn is. Als je dat beeld wil. Okay. Nou, in ieder geval. Het was een oké dag. Want ik heb wel maar gedaan. En jij hebt je paspoort voor elkaar gekregen. En die is op tijd klaar. Boodschappen is gedaan. Helemaal toppie. De rest was een beetje kuttie. Maar ja. Ja. Voor de leuke vlog. Duimpje omhoog. Vind je mijn haar ook leuk, hopelijk? Duimpje omhoog. Ja. Even op abonneren drukken en een belletje. En dan zien we jullie de volgende keer. Auf Wiedersehen. Ciao. Tjus. Ciao, 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 ciao. Ciao. Dat is echt stom. Wat? Mijn afscheid. Hoezo? Tjus.